De reis werd de hele dag live gevolgd door de Britse televisie en begon vanochtend bij het kasteel Balmoral, waar Elizabeth donderdag overleed. Ja, het is daar echt hysterisch. En ik zat een beetje te zappen en er is daar zelfs een kanaal, BBC Extra Plus, met een live verslag van binnenuit. The coffin is being driven to Edinburgh. Thousands and thousands of people waiting as the Queen makes her final journey from Balmoral to Edinburgh, where she will rest. And now off to other areas. The new King, of course, we know, has a very busy afternoon of lots of meetings. Whoa! Die Britten die zijn gewoon helemaal gek, man. Nee, oké, dit was heel ziek. Maar ze had dit waarschijnlijk zelf heel mooi gevonden, want ze had heel veel humor. Dit was vandaag. Straks gaan we het hebben over sport.